Oké, deze keer geen gezever, geen bullshit, rechtstreeks to the point. Welke aquariumwinkels moet je mijden? Welke aquariumwinkels kan je met een gerust hart gaan vertrouwen? Zo meteen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, betrouwbare, begrijpbare, hapklare en to-the-point informatie te geven naar jullie toe. Klik zeker en vast op abonneren wanneer je in het vervolg op de hoogte wilt gebracht worden van nieuwe uploads. Vandaag gaan we het dus hebben over welke aquariumwinkels je moet gaan mijden en in welke aquariumwinkels je met een gerust hart kunt vissen kopen. Ik kwam op het idee om deze video te maken dankzij een topic die gestart werd op Aquarium voor Starters. De vraag was namelijk, wat zijn jullie verwachtingen wanneer je naar een aquariumwinkel gaat? Uiteraard gaven veel mensen hun mening. En eigenlijk wil ik daar gewoon op inspelen en daar mijn eigen mening over geven. We gaan beginnen bij het begin. Uiteraard moet de winkel gezonde vissen hebben. Het kan wel eens zijn dat er een aantal vissen ziek zijn. Heel eventueel kan er een dode vis liggen in het aquarium. Maar globaal gezien moeten de vissen in goede gezondheid zijn. Behalve gezonde vissen hebben we ook gezonde verkopers nodig. Gezond in die zin dat ze genoeg ervaring moeten hebben. Ze moeten durven nee zeggen. Dus wanneer je een vraag stelt om een vis te gaan houden die naar hun mening niet geschikt is voor jou, dan moeten ze durven nee antwoorden. Ze moeten vooral ook de juiste informatie geven. Samen met de juiste informatie hoort natuurlijk voldoende ervaring. En helaas wringt daar heel vaak het schoentje. Loonkosten zijn hoog, personeel kost veel, daarom gaan zij zoeken naar de goedkoopste oplossing en meestal zijn het jongere mensen die eigenlijk weinig ervaring hebben. Desalniettemin vind ik het een absoluut criterium dat het personeel die daar werkt zeker en vast ervaring heeft. Je moet een verkoper hebben waar de verkoper niet centraal staat. Integendeel, ik zou zelfs zeggen, je moet een verkoper hebben die eerder geneigd is om u zoveel mogelijk informatie te geven. De verkoop volgt daar automatisch uit. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de verkoper zeker en vast moet vragen naar jouw afmeting van jouw aquarium, de visbezetting, de filtering die je toepast en dergelijke meer. Meestal zal je bij een goede aquariumwinkelverkoper ook een duidelijke passie merken. We hadden al gezonde vissen, maar jullie vinden ook een heel ruim assortiment aan vissen belangrijk. En dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Wanneer je geen keuze hebt om te kiezen, is de kans klein dat je vindt wat je wilt. Maar naast een ruime keuze aan vissen, is het ook belangrijk dat ze een ruim assortiment hebben aan bijvoorbeeld decoratie, filters en dergelijke meer. De aquariums moeten er ten alle tijde netjes bij staan. De ramen moeten gepoetst worden, de bodem moet afgeheveld worden, er moet op tijd ververst worden, er mag niet te veel zweefvuil in de aquaria zijn, niet te veel algen en dergelijke meer. Blijkbaar vinden jullie een ingericht aquarium ook wel leuk. En eigenlijk is dat ook normaal. Op die manier kan je zelf inspiratie op gaan doen, enerzijds, maar anderzijds kan je ook duidelijk gaan kijken naar hoe de kennis zit van die specifieke winkel. Wanneer je Malawi's in een plantenbak ziet zitten, dan weet je al dat de ervaring bijzonder klein is. Blijkbaar vinden jullie het ook belangrijk om een bepaalde garantie te gaan hebben op zieke of dode vissen. Ik kan u alvast zeggen van de andere kant van het verhaal, namelijk een verkoper in een aquariumwinkel, dat dit bij bijzonder weinig winkels toegepast wordt. En eigenlijk is dat ook vrij logisch. Het gaat over levende gaven. Als winkel heb je onmogelijk invloed op factoren buitenaf. Dus zodra de vis vertrekt uit de winkel heb je er geen enkele controle meer over. Je weet absoluut niet wat je klant allemaal uitspookt met uw visjes. Jullie kunnen het dus wel belangrijk vinden om een bepaalde garantie te gaan krijgen. Er zijn een aantal zaken waar je ook effectief garantie krijgt, maar het is zeker geen evidentie om die garantie te gaan geven vanuit een winkel. Jullie verwachten ook openheid van de verkoper. Bijvoorbeeld verwachten jullie dat een verkoper open genoeg is om bijvoorbeeld een quarantainebakken te gaan laten zien. Op zich had ik zelf daar nooit problemen mee. Meer nog, de quarantainebakken stonden gewoon zichtbaar in de zaak. Ik denk dat het vooral belangrijk is om een bepaalde openheid te gaan vinden op vlak van ziektes. Bijvoorbeeld het heel duidelijk aanduiden, sorry, deze vissen zijn niet te koop, want ze zijn ziek. Of door bijvoorbeeld de lampen te gaan uitschakelen van desbetreffend aquarium. Hoewel ik en jullie dat vrij logisch vinden, kan ik alvast garanderen dat er heel veel aquariumzaken zijn die dit niet toepassen en die gewoon de zieke vissen verkopen. Dat soort winkels zou simpelweg moeten verboden worden om vissen te verkopen. Er was ook iemand in dat topic die zei dat hij het heel belangrijk vond dat er elke week een levering vers voer wordt aangeleverd in de aquariumwinkel. Dit kan ik zeker en vast begrijpen. Ik persoonlijk vind het ook enorm belangrijk dat er zoveel mogelijk levend voer aanwezig is. Het is namelijk dat extraatje voor jouw vissen. En wanneer je dat extraatje niet kunt geven, dan kan ik me best inbeelden dat u die aquariumzaak minder zal aanprijzen. Of meer nog, wanneer het voer niet echt vers is, dan kan ik best begrijpen dat jullie het niet leuk vinden. Het is zeker en vast ook belangrijk dat de vissen gehouden worden op een correcte manier.
Wanneer je een bak met corydoras ziet met onderaan heel grof grind, dan weet je al op voorhand dat er geen rekening gehouden werd met de vis en zijn karakterkenmerken. Dit had ik ook al vermeld in de video over het aankopen van gezonde vissen, de link daarvoor verschijnt hier nu boven. Desalniettemin wil ik het hier nogmaals gaan benadrukken. Het is heel belangrijk dat de vissen gehouden worden op een correcte manier, zelfs indien dit slechts een tijdelijk karakter betreft. Want laat ons eerlijk zijn, normaal gezien is de bedoeling dat vissen niet lang in een aquariumwinkel zitten. Desalniettemin, zelfs al is het tijdelijk als die corydoras op grof grind zit, dan is dat niet vast voor zijn gezondheid. Uiteraard vinden jullie ook een prijs-kwaliteit verhouding heel belangrijk. En dit wil ik even toch wel een klein beetje gaan nuanceren. Heel vaak merk ik dat de mensen enkel alleen kijken naar de goedkoopste winkels. En meestal als ze dan thuiskomen met die hele goedkope visjes, dan komen ze tot de vaststelling dat er altijd wel iets verkeerd is. Ik zou het advies geven, ga niet naar de duurste winkel, dat hoeft ook weer niet, maar ga zeker en vast ook niet naar de goedkoopste winkel. Ga ergens een gulden bij de weg zoeken en hou vooral rekening met de puntjes die ik hier opgenoemd heb wat jullie belangrijk vinden. Naar mijn eigen persoonlijke mening toe, kan ik alvast zeggen dat ik alle puntjes die opgesomd werden belangrijk vind. Ergens miste ik wel een klein beetje het sociaal vaardig zijn van de verkoper. Als een verkoper gewoon maar een verkoopspraatje staat af te steken, eigenlijk boeit mij dat weinig. Het is altijd leuk als je een beetje kan bijpraten over bijvoorbeeld een hobby. Wanneer de verkoper daar geen tijd voor geeft of erger nog geen tijd wil voor maken, dan heb ik zelf persoonlijk de neiging om gewoon te vertrekken zonder vissen aan te kopen. Wanneer we gaan kijken naar iets duurdere vissen, dan vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat elke vis verpakt wordt in een apart zakje met extra zuurstof erbij. Neem nu bijvoorbeeld wildvang discus, kunt u moeilijk met meerdere in één zak gaan stoppen. Desalniettemin gebeurt het wel heel geregeld. Ik ben wel eens benieuwd naar welke puntjes ik hier nog niet opgesomd heb die jullie wel belangrijk vinden. Ga dus zeker en vast hieronder in de comments op YouTube jullie reactie gaan zetten. Ik wil graag zoveel mogelijk factoren waarvan jullie vinden dat het belangrijk is dat een aquariumwinkel moet aan voldoen. Zonder jullie input kunnen dit soort video's er nooit komen, hoewel ze dus eigenlijk wel heel belangrijk zijn. Dus laat zeker en vast de reactie na in de comments. We zien elkaar in de volgende video. Bedankt om te kijken. Fijne dag nog. Dag.